emoties spelen zo'n groot rol in ons leven. En ik hoop met mijn onderzoek mensen daar een beetje meer bij stil te laten staan. Mijn onderzoek valt binnen het kader van psychologie en ik richt mij specifiek op sociale emoties in de kindertijd. Emoties die spelen echt een super belangrijke rol in ons leven. Er gaat geen dag voorbij dat we emoties niet voelen. Dus het is hartstikke interessant om te kijken hoe emoties ontwikkelen en wat voor effecten emoties hebben op sociale keuzes. Ik ben Chris Riddell, ik ben 29 jaar oud en ik werk bij de Universiteit Leiden. En ik doe onderzoek naar emoties in de kindertijd. Ik onderzoek hoe emoties ontwikkelen, dus in het algemeen. Dus bijvoorbeeld heb ik een onderzoek gedaan naar trots en schaamte en hoe die twee emoties ontwikkelen in de kindertijd. Maar dan ben ik ook geïnteresseerd in de effecten van bepaalde emoties. Dus hoe leert een kind dat als iemand lacht, dat die persoon waarschijnlijk vriendelijk is of betrouwbaar is. En als iemand een boos gezichtsuitdrukking laat zien, dat je eigenlijk beter weg van diegene moet blijven. Ik onderzoek dit door middel van gedragstaken en dat gaat meestal gepaard met fysiologische metingen. Dus mensen komen bijvoorbeeld hier naar het lab en dan gaan ze taakjes uitvoeren. Meestal met een computer, maar soms gewoon fysieke dingen doen. Bijvoorbeeld zingen of een spelletje spelen. We meten verschillende fysiologische reacties, meestal door middel van elektrodes. Dus dat zijn kleine plakkertjes die we dan op verschillende plekken lichaam dan plakken. Maar als het over blozen gaat, dan komt er een mini-sensor hier op de wang. Dus er zijn verschillende methodes om fysiologische metingen te bekijken. Mijn onderzoek over emoties in de kindertijd is geslaagd als mensen beseffen hoe complex en interessant emoties eigenlijk zijn.